Niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland was men in de gelegenheid om ter afsluiting van het jaar een zogenoemde Switwatrawasi te nemen. De jaarlijkse Switwatra Alasma moet generaties en bevolkingsgroepen met elkaar verbinden. Dat wil althans ondernemer Fred Fitzjames tot uitdrukking laten brengen met het jaarlijkse Afro-ritueel. Hij vroeg Nathalie Noslin of zij de Switwatra deze keer wilde verzorgen. En dan gooi ik weer wat water. En daarmee wens ik dat alles goed zal gaan op school. Thuis, met mama, met papa, met je familie, met oma. En als je speciale stiekem wensen hebt, dat ze uit mogen komen in 2019. Yes? Nathalie Noslin mocht dit jaar in de drukke Rotterdamse binnenstad, Freddy, bij Freds Kulturushop, de Switwatra Alasma verzorgen. Ja, het is ontzettend bijzonder. Het is tot nu toe door Marianne Markelo gedaan. En toen ik gevraagd werd om haar te vervangen, moest ik echt heel goed nadenken. En het voelde meteen als een eer aan en tegelijkertijd als een plicht. En vandaar dat ik ja gezegd heb, maar ik voel hem wel. Wat is hun gezicht? Ze is een veelzijdig type, studeerde economie en psychologie en is Winti onderzoekend, zoals het zelf zegt. Hoe typeert Fred Fitzjames haar? Nathalie Noslin, een krachtige jonge vrouw die bewust bezig is met het uitdragen van de Afro-Surinaamse goedcultuur. En als je weet dat ze die kwaliteiten heeft, dan ga je erover om te zeggen van hé, wacht even, Nana, die coach haar. Kunnen we haar inzetten dit jaar voor die Alasma Switwatra? Wat ik ten eerste doe is het water openen. Je geeft eigenlijk betekenis aan het water. Ik ga een algemene wens uitspreken. En daarna mensen uitnodigen om te delen in het ritueel wat we eigenlijk al eeuwen in Suriname hanteren. Veel belangstelling is er dit jaar weer. Mensen met verschillende achtergronden, Hindoestanen, veel Afro-Surinaamse Nederlanders, witte Nederlanders. Een mevrouw uit Ethiopië kijkt belangstellend toe. Kennen zij deze traditie niet? They do every year, but not like this. Ook zwarte Amerikanen zijn gefascineerd door deze Afrikaanse traditie, die zij zijn kwijtgeraakt. I feel good. That was an experience that I think we all needed. You know, it's something that we need to get back to our tradition. Klopt. Kijk, dat is ook de kracht van die Switwatra. Het is een verbinding tussen generaties, bevolkingsgroepen. En dat maakt het dus zo mooi. Er lopen ook mensen zomaar voorbij. Niet geïnteresseerd in de Switwatra? No. We want to hear myself. Ik wil niet dat mijn haar in de war raakt, grapt deze Arubaanse. Why not? Ik heb thuis mijn eigen wasie. Maar ze hebben ook waardering voor deze Afro-Surinaamse traditie. Ik vind het mooi, want dan de cultuur wordt behouden. Al zijn we ver weg van huis. But you don't want to mess up your hair. Oh, no. We don't do that. Don't touch your hair. Don't touch the hair. Binnenkort een veel langere reportage van deze Switwatra Alasma in Rotterdam. Een reportage was dit van verslaggever Sam Jones.